Dag kijkers, leuk dat jullie kijken naar deze video waarin ik ga uitleggen wat de vier verschillen zijn tussen een carbon wielset en een aluminium wielset. Hierbij gaan we kijken naar de aerodynamica, gewicht, stijfheid en de prijs. Aan het einde van de video ga ik een conclusie trekken welk wielset beter is. Daarnaast nog een paar kleine ervaringen vanuit onze kant. Als eerste punt gaan we naar de aerodynamica. Aerodynamica is natuurlijk heel belangrijk om veel snelheid te kunnen maken. Wanneer we een carbon wielset en een aluminium wielset naast elkaar zetten, zit hier toch best wel wat verschil in. Wanneer je beide materialen naast elkaar zet en je zou exact dezelfde velg maken, maakt het eigenlijk weinig verschil. Maar een carbon wielset is verder ontwikkeld. Hier wordt meer aandacht aan besteed. Daarnaast zie je vaak bij een carbon wielset een soort ronding aan de binnenkant en die langzaam naar buiten afloopt. Dit noemen ze ook wel een U-vorm. Bij een aluminium wielset is het vaak wat minder. Daarnaast zijn de wielen vaak een stukje lager. Dit wordt eigenlijk expres gedaan omdat aluminium natuurlijk een stuk zwaarder is. En hier gaan we later op terugkomen. Een carbon wielset zie je soms zelfs tot 50, 60, 70 of 80 mm hoog. Hoe hoger de velg wordt, hoe meer snelheid je kan creëren. Natuurlijk afhankelijk van de wind. En dit is misschien ook wel het grootste nadeel. Wanneer je carbonwielen hebt en je hebt echt hoge velgen, kan je hier wat mindere ervaring mee hebben. Deze zullen wat meer snokken in de wind. En een laag aluminium wielsetje zal makkelijker door de wind rijden wanneer je de wind van de zijkant hebt en echt extreem veel wind staat. Wanneer we doorgaan naar het tweede punt, is het stijfheid. Stijfheid is natuurlijk heel belangrijk om lekker te kunnen fietsen. Maar stijfheid is ook heel belangrijk om snel te kunnen aanzetten naar een bocht, goed door een bocht te kunnen en uiteindelijk vanuit stilstand snel te kunnen vertrekken. Natuurlijk niet altijd belangrijk, maar voor de fanatieke fietser die snel wil fietsen, die snel wil aanzetten en goede bochten wil nemen, is een carbon wielset echt een stuk beter. Een carbon wielset reageert een stuk sneller. Wanneer je aanzet, komt de kracht beter over op je fiets en komt deze beter over op de weg natuurlijk. Hierdoor kan je sneller meer snelheid creëren en dit scheelt best wel veel met een aluminium wielsetje. Daarnaast zijn de wielen een stuk stijver, waardoor je eigenlijk veel directer een bocht kan nemen. Je hebt je fiets veel meer onder controle dan bij een aluminium wielset. Dan praat ik natuurlijk wel over een hoge snelheid en een bocht perfect te kunnen nemen. Het grote nadeel is wel weer, wanneer jij bijvoorbeeld op een slecht wegdek rijdt, je rijdt op kasseien of op straatstenen, kan een aluminium wielsetje net wat comfortabeler aanvoelen. Een carbon wielsetje reageert wat directer. De kracht van de grond komt wat beter over op jouw lichaam. En dit kan toch wel wat minder comfort geven dan bij een aluminium wielsetje. Wanneer we nu gaan kijken naar punt 3, is dit het gewicht van de twee verschillende soorten wielsetten. Heb je een carbon wielset of een aluminium wielset, scheelt het best wel veel. Voor de meeste mensen is het niet zo heel erg van belang, maar ik ga jullie wel een voordeel geven waarom dit wel belangrijk is om een carbon wielset te pakken tegenover een aluminium wielset. Het is eigenlijk, wanneer je gaat klimmen, is een carbon wielset gemiddeld 200-300 gram lichter. Wanneer je dezelfde hoogte pakt tussen een aluminium en een carbon wielset. Dus dit scheelt 200-300 gram. Dan denk je, wat heb ik hier aan? Nou, wanneer je naar de bocht aanzet of je gaat op de fiets staan, komt de kracht beter over, waardoor een licht wielset sneller gaat roteren. Dat betekent dat hij sneller op gang komt en dat je meer snelheid kan creëren op een korte afstand. Dit betekent dat je met een licht wielset dat sneller roteert, meer snelheid kan creëren en uiteindelijk toch best wel wat tijdwinst kan behalen. Wanneer we naar punt 4 gaan, is dit de prijs van een wielset.
Je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten merken. Daarnaast heeft ieder merk ook nog verschillende soorten wielen, verschillende soorten categorieën. Dus uiteindelijk heb je heel veel keuzes om een wielset te nemen. Nou, laten we kijken naar gewoon een simpel aluminium wielset. Deze zit meestal rond de 250, 300 euro. Een carbon wielset zit bij een lagere prijs, zo rond de 1000, 1100 euro. Dus het prijsverschil is al snel 700 euro. Je hebt natuurlijk nog veel betere carbon wielsetten. Hierbij kan je denken aan Zip of Lightweight. Deze wielen gaan soms gewoon dik over de 4.000, 5.000 euro heen. Natuurlijk niet te vergelijken met een aluminium wielset, want deze prijzen zijn eigenlijk te groot. Daarnaast heb je wel nog veel verschillende soorten aluminium wielen. Deze prijzen zitten nooit zo heel ver van elkaar af. Je kan echt een heel simpel wielsetje vinden voor 200 euro. Maar je kan ook een wat luxer aluminium wielset vinden van bijvoorbeeld 500, 600 euro. Wanneer we nu een conclusie gaan trekken tussen een aluminium versus een carbon wielset, kan je toch wel duidelijk zien dat aerodynamica, gewicht en stijfheid een stuk beter is bij een carbon wielset. Wanneer er veel wind staat en je hebt hoge wielen, is dit wel een beetje een nadeel. Wanneer je aluminium wielen hebt, zijn deze alleen een stukje goedkoper. Misschien iets meer comfort op kasseien. Maar wij zien wel vaak bij aluminium wielen die net wat goedkoper zijn, dat een velg begint te scheuren. Bij een carbon wielset is het vaak wat minder. De nippel wil dan eigenlijk door de velg heen trekken bij een aluminium wielset. En dat heb je bij een carbon wielset vaak wat minder. Mijn ervaring tussen aluminium en carbon, of andersom, carbon en aluminium. Ik heb veel gekoerst. Dan trainde ik op aluminium en koerste ik op carbon. Voor mijn gevoel had ik echt het idee dat een carbon wielset een stuk sneller ging. Ik kon er een stuk sneller mee optrekken naar de bocht, wat natuurlijk heel belangrijk is met koersen. Daarnaast vond ik ze ook veel beter in de bochten. Je kon veel directer de bocht insturen. Bij een aluminium wielset was ik hier vaak wat meer bang voor dat ik toch iets sneller weg zou glijden. Wanneer het echt slecht weer was of ik moest over kasseien heen rijden, pakte ik dan wel de aluminium wielen. Omdat ik het vaak ook zonde vond om met mijn carbon wielen te rijden. Maar ik voelde ook wel op kasseien dat een aluminium wielset iets meer comfort gaf dan een carbon wielset. Wanneer je dus een keuze moet maken tussen deze twee wielen en je hebt het budget, zou ik gewoon voor carbon wielen gaan. Ook al fiets je niet zo heel veel, ga je toch nog comfort en snelheid winnen met een carbon wielset. En daarnaast ziet de fiets er natuurlijk een stuk mooier uit wanneer er carbon wielen staan tegenover aluminium wielen, vind ik persoonlijk. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat het een duidelijke video was, dat je een beetje weet welke keuze je gaat maken. Geef vooral een duimpje omhoog. Abonneer hieronder om meer te zien op mijn kanaal. En dan zie ik jullie uiteraard weer de volgende keer. Tot ziens!